Vandaag gaan we het hebben over het begrip 1 meer. We hebben dat in onze klas al heel veel gedaan met concreet materiaal. Vandaag gaan we het proberen op papier. We gaan eerst beginnen om alle bloemen te tellen. Dit vakje met de dikke zwarte rand is het vakje van de juf. Daar staat jullie opdracht in. We gaan beginnen met de bloemen te tellen van de juf. 1, 2, 3. Dit hier zijn jullie vakjes. We gaan ook de bloemen tellen in jullie vakje. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mama of papa zal jullie helpen om de opdracht te lezen. In het vakje van de juf staat de opdracht. 1, 2, 3 bloemen. Waar zie je 1 bloem meer? Je mag daarvoor alle materiaal gebruiken die je thuis liggen hebt. Je kan daarvoor blokken gebruiken of lepels of zakdoekjes. Je mag kiezen. De juf heeft nu bloemen bij de hand en gaat de opdracht uitvoeren met bloemen. 1, 2, 3 bloemen. En waar zie je eentje meer? 1, 2, 3 bloemen en eentje meer. 3 bloemen en eentje meer zijn 1, 2, 3, 4 bloemen. Waar zie jij in jullie vakjes 4 bloemen? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Je mag het vakje met de 4 bloemen kleuren. Drie bloemen en eentje meer zijn 4 bloemen. Nu gaan we over naar onze tweede oefening. Hier zal ook mama of papa de opdracht moeten lezen. We beginnen met het tellen van alle bloemen. Het vakje van de juf. 1, 2. Jullie vakjes. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. We beginnen met de opdracht. 2 bloemen en waar zie je 1 bloem meer? De juf legt 2 bloemen en 1 bloem meer. 2 bloemen en 1 bloem meer is 1, 2, 3 bloemen. Waar zie je 3 bloemen? Dat vakje mag je kleuren. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 2 bloemen en eentje meer zijn 3 bloemen. Dan gaan we over naar onze laatste opdracht voor vandaag. We gaan terug eerst het vakje
van de juf tellen. 1 bloem. Dit zijn jullie vakjes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. In het vakje van de juf staat de opdracht. 1 bloem. En waar zie je 2 bloemen meer? Eén bloem. En waar zie je 2 bloemen meer? 1 bloem, 2 bloemen meer zijn 1, 2, 3 bloemen. Waar in jullie vakje zien jullie 3 bloemen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1 bloem en 2 bloemen meer zijn 3 bloemen. In jullie mailbox hebben jullie een blaadje gekregen waar er 5 of 6 opdrachten op staan. Je mag deze samen met mama of papa maken. Succes!